Christe, eleison, Kyrie, eleison, Christe, eleison. Lieve mensen, van harte welkom bij dit online samen zijn. Niet vanuit de kerk, maar vanuit mijn huis, zoals u ook allemaal thuis bent. Het is ons eerste samen zijn in het nieuwe jaar. En daarom zijn we eerst een moment stil voor al onze verlangens en wensen voor dit nieuwe jaar. En in gedachten steken we de paaskaars aan in onze kerk, als symbool voor dat eeuwige goddelijke licht dat er is en altijd zal zijn, in ons, om ons heen, hoe of waar onze wegen ook zullen gaan. En in dat licht zijn wij één, zijn we verbonden, ook al zijn we nu allemaal op onze eigen plek. Afgelopen woensdag 6 januari was het Drie Koningen. Of misschien kan ik beter zeggen, te midden van alles wat er was, was het ook nog Drie Koningen. De situatie in Amerika, we hebben allemaal ongetwijfeld de beelden gezien, de toespraken gehoord. De ontwikkelingen rondom corona, het vaccineren, maar ook de zorgen in Engeland. En onze eigen zorgen wellicht, ook om corona, omdat het nu wel steeds dichterbij komt. Wat doet zo'n feit van Drie Koningen dan? Voor mij is het zo dat de traditie waarin wij staan mij houvast kan geven. Om te midden van alles wat er op mij afkomt, te weten waar mijn basis en vertrouwen liggen.
En dat verhaal van drie koningen, dat vond ik vroeger als kind een heel mooi verhaal met kleurige plaatjes. Ik had zo'n mooie grote kinderbijbel met van die paginagrote platen. Niet van die ingekleurde tekeningen, maar echt hele prachtige afbeeldingen op glimmend papier afgedrukt. Die spraken zeker mijn verbeelding aan. En ik denk dat het goed is om als kind juist daarop te worden aangesproken, op die verbeelding. De betekenis van de verhalen komt later wel. En de ontwikkeling daarin ook. Ik ga nu het verhaal lezen uit de Naardense vertaling. En ik gebruik die vaak omdat dat de vertaling is die het dichtste bij de oorspronkelijke taal komt. En ik vind het ook altijd een bijzondere taal, die Naardense vertaling. Poëtisch, een beetje mysterieus misschien. Ik ga lezen uit Matteüs 2, de versen 1 en 2. En dan vers 7 tot en met 12. Maar terwijl Jezus wordt geboren in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie, uit het oosten belanden magiërs in Jeruzalem. En zij zeggen, waar is de koning der Judeeën die is voortgebracht? Want we hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te huldigen. Dan roept Herodes in het verborgene de magiërs en doet bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd dat de ster is gaan schijnen. Hij stuurt hen naar Bethlehem en zegt, trek verder en vorst nauwkeurig na over het jongetje. En als ge het vindt, verkondigt dat mij, opdat ook ik kan komen om hem hulde te bewijzen. Gehoorgevend aan de koning trekken zij verder en zie, de ster die zij in het oosten hebben gezien, is hun vooruitgegaan, totdat hij komt en blijft staan, boven waar het jongetje is geweest. Als zij de ster zien, verheugen zij zich met zeer grote vreugde. Ze komen het huis binnen en zien het jongetje met Maria, zijn moeder, en neervallend bewijzen zij het hulde. Ze openen hun schatkisten en bieden hem geschenken aan. Goud, wierook en mirre. Tot zover het verhaal uit Matteüs 2. Wat me nu trof in dit verhaal was dat ene kleine zinnetje. Neervallend bewijzen zij hem hulde. En op afbeeldingen van die drie koningen zie je ze ook wel eens knielen. En wat ik dus nu duidelijk zag, is knielen. Je buigen voor het kwetsbare, voor het kleine, voor het hele gewone, waar we nu ook toe gedwongen worden. Om in onze eigen kleine omgeving goed te kijken wat er daar is om je voor te buigen. En buigen of knielen, dat doe je uit dankbaarheid, uit eerbied of nederigheid. En met kerst lazen we dat oude geboorteverhaal. Zijn wij daarvoor op de knieën gegaan? Uit eerbied of nederigheid? Om onszelf even te vergeten? Onze sores, onze belangrijkheid, onze agenda's? Ons verlangen naar het einde van deze coronatijd? Nog even in herinnering, dat lied over die heilige nacht waarin we letterlijk opgeroepen worden om op onze knieën neer te vallen, te luisteren naar dat engelengezang en het nieuwgeboren kind te aanschouwen. Laten we dat nu samen doen. Nog een keertje luisteren naar dat lied. Brightly shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt
from yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Val op je knieën, ga door je knieën en hoor het gezang van de engelen. Zijn wij op onze knieën gegaan? Geloven we het, dat er een kind geboren werd dat zo bijzonder was, dat we daar ruim 2000 jaar later nog aandacht voor hebben? Dat we zijn geboorte nog steeds herdenken en dat oude verhaal opnieuw lezen? Geloven we dat de mensheid iets geschonken is wat zo bijzonder is? Maar niet alleen dat, waar we ook elke dag een antwoord op moeten geven. En dat geschenk wat ons dan. Ga door je knieën, val op je knieën en hoor het gezang van de engelen. Zijn wij op onze knieën gegaan? Geloven we dat er een kind geboren werd dat zo bijzonder was dat we ruim 2000 jaar later nog steeds zijn geboortedag vieren en dan weer dat oude verhaal lezen? Geloven we dat we iets bijzonders hebben gekregen? Geloven we dat wat we hebben gekregen niet alleen maar een geschenk is om te ontvangen, maar ook om er een antwoord op te geven?
een geschenk. Dat bestaat uit een voorbeeld van hoe je kunt leven in liefde en harmonie met de mensen om je heen, maar ook met de bron van ons bestaan. Over het leven van Jezus na zijn geboorte en totdat hij met zijn 12 vrienden aan zijn reis begon, kunnen we in de Bijbel eigenlijk niet zoveel vinden. Maar wel in andere boeken, verslagen, geschriften, zo worden ze vaak genoemd. Die zijn niet in de Bijbel opgenomen, maar die zijn wel gevonden, dus ze bestaan wel. Geschriften zoals het Aquarius-evangelie of het evangelie van de heilige 12. Geschriften die eigenlijk geweerd zijn uit de kerken. En als je ze bestudeert, dan blijkt daaruit dat het leven van Jezus eigenlijk vanaf het begin af aan, vanaf dat hij heel erg klein was, bestond uit leven vanuit wijsheid. Van die allesomvattende liefde van God, als vader van ons allemaal. Leraren konden hem eigenlijk niks leren. Het was andersom. De liefde, dat ben jij. Het rijk van liefde is hier, om het hier waar te maken. Dat is het geschenk. En dat is ook onze opdracht, om aan dat geschenk te beantwoorden. En ik stel mezelf de vraag hoor, wat doe ik met dat geschenk? Ga ik op mijn knieën voor de liefde? Ben ik bereid om de minste te zijn, om niet mijn verhaal of mijn gram te halen? Ben ik bereid of kan ik het opbrengen om aardig te blijven als ik word dwarsgezeten? En nu ik dat zeg, denk ik, voelen dat je wordt dwarsgezeten, dat is misschien al een oordeel dat niet door liefde wordt ingegeven. Laatst heb ik dat zelf nog ervaren met een gemeentelijke belastingaanslag die in mijn ogen, die naar mijn idee onrechtvaardig is. En ik belde met die ambtenaar. En ik merkte eigenlijk aan mezelf dat ik me oordelend aan het opstellen was. En vanaf het moment dat ik dat merkte, was dat eigenlijk ook een soort omslagpunt. Is dat dan op je knieën gaan? Ja, dat denk ik wel. En dat hoeft dan niet te betekenen dat je over je heen laat lopen hoor, maar dat je probeert vanuit liefde iets te doen tegen onrecht, tegen iets wat je onrechtvaardig vindt. En dat voelt toch echt heel anders. En ik denk dat je je dan ook anders kunt opstellen naar een ander toe, waardoor de dingen makkelijker worden. Net zoals die leidraad die ik ooit van iemand meekreeg. Probeer nooit te handelen vanuit boosheid. Knielen vanuit eerbied en nederigheid voor de liefde die zich aan ons wil laten zien. In het kerstverhaal en in het verhaal van de magiërs. En ik zeg bewust magiërs. De woorden die we vaak gebruiken zijn koningen of wijzen, wijzen uit het oosten. Maar dat zijn het volgens het Grieks waarin Matthäus dit verhaal opschreef niet. Het zijn echte magiërs, astrologen of iets dergelijks. Zij lazen de sterren en ze kregen de boodschap dat ze op weg moesten gaan om een koning te huldigen. En daar luisterden ze naar. Naar die geestelijke boodschap. Dat er iets was waar ze naartoe moesten gaan. Dat de logica te boven ging. Hoe ver zijn wij vaak verwijderd van het luisteren naar die geestelijke boodschappen? Met hoeveel logica proberen wij ze uit de weg te gaan? Met hoeveel venijn zijn de wat mystiekere verhalen uit de Bijbel geweerd? Verhalen die soms ook vernietigd zijn. En met hoeveel pijn hebben mensen de kerk verlaten, omdat die verhalen hen wel troost en rust gaven. De Engelse dichter Eliot schreef een gedicht of een tekst over de magiërs. En u hoort me nu ook niet zeggen de drie magiërs, want ook dat staat niet in het oorspronkelijke verhaal. Ik lees het gedicht.
Het was een koude tocht. En de slechtste tijd van het jaar voor een reis, voor zulk een verre reis. De wegen modderig, het weer guur, de winter op zijn strengst. De kamelen die hun knieën ontvelden, hun hoeven bezeerden, werden onhandelbaar en legden zich neer in de smeltende sneeuw. Menigmaal dachten we met spijt terug aan onze zomerpaleizen op bloeiende berghellingen, aan meisjes in zijde gehuld die gekoelde wijn ronddienden. Onze kameeldrijvers vloekten, kankerden, weigerden dienst, riepen om brandewijn en vrouwen. Onze kampvuren wilden niet branden, onderdak was moeilijk te vinden, de steden waren vijandig, de dorpen stug, de gehuchten smerig en vreselijk duur. Het was een ellendige tocht. Ten slotte reisden wij de gehele nacht door, sliepen zo nu en dan langs de wegkant en hoorden gedurig in onze oren zingende stemmen zeggend: jullie onderneming is waanzin. Eindelijk, toen het licht werd, daalden we neer in een luw dal, vochtig, onder de sneeuwlijn, geurend naar groeizaamheid. Een beek snelde voort, een watermolen karnde het duister. Er waren drie bomen onder een bewolkte lucht en een oud wit paard galoppeerde door een weiland. We kwamen bij een herberg met wijngaardranken boven de stoep. Zes handwerkslieden dobbelden bij de open deur om zilverlingen. En zes voetknechten schopten lege wijnzakken over de vloer. Maar niemand kon ons inlichtingen verschaffen. En zo gingen we verder. En bereikten des avonds, geen uur te vroeg, de plaats van bestemming. Het was, dat mag ik wel zeggen, de moeite waard. Dit alles is lang geleden. Ik heb het onthouden en zou het over willen doen. Maar ik stel dit vooropgesteld, één vraag. Was het doel dat ons dreef, geboorte of dood? Wij waren getuigen van een geboorte, zeker, daar is geen twijfel aan. Maar als ik vroeger geboorte of dood zag, dacht ik dat ze tegenstellingen waren. Deze geboorte echter was een onverbiddelijk einde voor ons. Een dood, onze dood. We keerden terug naar ons land, onze koninkrijken, maar voelden ons niet meer thuis in de oude orde, tussen vreemde mensen die hun goden omklemmen. Ik zou blij zijn als ik andermaal sterf. Tot zover dit gedicht van Eliot. Een gedicht of een tekst verhalend over de innerlijke weg van de magiërs. Zij luisterden naar de boodschap van de sterren. En ze gingen op weg in de veronderstelling dat ze iets moesten gaan brengen aan dat bijzondere koningskind. Dure en kostbare geschenken. Maar het pakt heel anders uit. Zij krijgen iets. En wat krijgen ze dan? Geen geschenken, want het gaat echt niet over materie in dit verhaal. Dat zouden we kunnen zien als de uitleg van een verhaal als dit. Nou, dat kan. Ik denk dat we daar allemaal nog wel onze lering uit kunnen trekken. Zelf vind ik ook nog steeds dat ik te veel spullen heb en te veel koop. Maar volgens mij zit er nog een diepere lading in dit verhaal. Die magiërs, die kregen iets. En wat kregen ze dan? Volgens mij de liefde, die ons stil maakt, die ons in eerbied en nederigheid laat knielen. Ik denk vaak aan Maria in dit verhaal ook, die volgens mij ook iets bijzonders moet hebben uitgestraald. Ik noemde straks die verhalen, die andere geschriften waarin we kunnen lezen over het leven van Jezus. En daar zitten ook stukjes in over Maria. En wat daar geschreven is, is dat Maria uit een vooraanstaande familie komt, maar dat in haar gezin van herkomst voorop stond dat je allereerst zorgt voor
mensen die het minder hebben dan jij, armen, blinden, andere mensen die uitgestoten werden uit de maatschappij. En ik heb ook gelezen dat Maria als klein meisje al opgeleid werd in de tempel van de Essenen. Ja, want daar gaan die andere geschriften met name over. Over Jezus die dus opgroeide in die omgeving van de Essenen. Maria had vast iets bijzonders. En als ik me dan probeer in te denken hoe dat is in dat verhaal van die magiërs die dan uiteindelijk binnenkomen in een ruimte waarin Jezus en Maria samen zijn, dan denk ik dat je daar stil van wordt. En misschien kent u dat wel, dat je soms ergens binnenkomt, in een ruimte loopt, waarin een atmosfeer hangt, waardoor je zachtjes gaat lopen. Waardoor je niet meer wilt spreken. Waarin je eigenlijk heel stilletjes wilt gaan zitten om het tot je te laten komen. Om het helemaal op te drinken. Waarin je inderdaad misschien wel op je knieën wilt. Ik kan dat zelf hebben in een kerk of in een kapel. Of zomaar in de natuur buiten. Ik kan het ook wel eens hebben in ruimtes waarin iemand net is overleden. Heilig, sereen, zo puur, gevuld met liefde. En dat moeten die magiërs hebben gevoeld. Zo kan ik me dat voorstellen. Zo intens dat vanaf dat moment hun leven echt veranderd is. Zoals Eliot dat in dat gedicht beschrijft. Het lijkt wel een bijna doodervaring, zo mooi en goed, dat het moeilijk is om terug te keren naar het leven van alle dag. Die magiërs, die de sterren volgden, die het licht volgden, kwamen dus uiteindelijk terug bij zichzelf, bij hun kern, bij de bron die tegelijk geboorte en dood is. En als je daar bent geweest, als je hebt gevoeld dat dat je thuis is, dan wil je niet meer terug in een wereld van de buitenkant. Van spullen, van angst, van venijn, van jaloezie. En ik denk dat wij ook zo op weg zijn, zoals die magiërs. Dat wij, als we bezig zijn met ons geloof, met onze spiritualiteit, bewust of onbewust, ook dat licht volgen. Omdat we verlangen naar die bron die tegelijk geboorte en dood is. En liefde. Die bron die ons omvat, omdat we daar één zijn met God en de geest van liefde. Toen ik dit opschreef, begon er in mij een lied te zingen. En ik wist het eigenlijk direct, een van mijn lievelingsliederen. Over op weg zijn als pelgrim. Over zoeken en uiteindelijk thuiskomen bij jezelf. Niet bij jezelf als ego, nee. Bij jezelf als bij God. In die allesomvattende liefde. Pilgrim, how you journey on the road you chose to find out why the winds die and where the stories go. All days come from one day that much you must change what's over, but only where you go. One way leads to diamonds, one way leads to gold, another leads you only
En zo gaan ook wij de weg die de magiërs gingen. En nee, het gaat niet om de geschenken die we meebrengen. Het gaat om het ontvangen van liefde. Om vanuit die liefde te leven. Althans, proberen te leven. Voor die liefde knielen. Niet alleen uit eerbied, maar ook om je handen open te vouwen om haar te ontvangen, om haar mee te nemen en om er uit te leven. Liefde, die maakt dat we misschien ook anders kunnen kijken naar verdriet, ziekte en gemis. In het Aquarius-evangelie is ook een brief opgenomen die Jezus schreef naar zijn moeder toen zijn vader was overleden. En uit die brief lees ik wat stukjes voor. Geliefde moeder, treur niet, want alles is goed voor vader, evenals voor u. Hij heeft zijn werk hier op aarde voltooid en is zo nobel geweest. Niemand kan hem in welke tijd van zijn leven ook beschuldigen van bedrog, oneerlijkheid of verkeerde bedoelingen. Hij is goed voorbereid uit ons midden weggegaan. Onze God, de Vader van ons allen, is nu met hem, zoals hij steeds met hem is geweest. Waarom zoudt ge dan schreien en lijden? Tranen zullen uw verdriet niet overwinnen en uw zorg kan niet bedwongen worden door enige emotie van uw hart of uw geest. Laat uw ziel zich in meditatie en in contact met hem die is heengegaan bezighouden. En wanneer ge niet werkeloos te neerzit, zal er voor verdriet geen tijd zijn. Als verdriet het hart doortrilt en smart u pijn veroorzaakt, verhef u dan naar de hogere sferen om u te koesteren in de dienst van de liefde. Uw dienst is altijd liefdesdienst geweest. En in de broederschap is veel gelegenheid om op de roep van de wereld om meer liefde te antwoorden. Daarom laat het verleden het verleden blijven. Verhef u boven de zorgen van aardse dingen en wijd uw leven aan diegenen die met ons op de aarde vertoeven. Tot zover deze stukjes uit de brief van Jezus die hij schreef aan zijn moeder toen Jozef was overleden. Een en al liefde. Liefde die ook maakt dat we dankbaar kunnen zijn met alles wat er wel is. Yeah.
Liefde, die maakt dat we kunnen blijven geloven. Dat we volmondig kunnen zeggen, ja, ik geloof in die traditie die ooit begon met dat bijzondere geboorteverhaal. Als geschenk aan ons, maar ook met een opdracht. Om elke dag maar weer te proberen om aan dat geschenk, om aan de liefde te beantwoorden. In het licht van het hier en nu. Ik geloof in tegen bierkaaien vechten, in een wang voor een wang en een tand voor een tand. En ik geloof in het afstand doen van rechten, in de steun in de rug en in de helpende hand. Ik geloof in het weerloze, breekbare kleine, ik geloof in het genadeloos oog voor detail. En ik geloof in het fijne nog verder verfijnen, in het zout in de wond en in twijfel gezaaid. En ik geloof in het kanaliseren van woede. Dus geloof ik in spel en dus geloof ik in sport. Ik geloof niet in zekerheid, maar in vermoeden. En in het hart dat bij mij uit wordt gestort. En ik geloof in de steen, in het stilstaande water. Ik geloof in voor alles en iedereen door het vuur. Ik geloof in verbeelding, ik geloof in theater en in schilderkunst en in literatuur. En met het risico dat ik voor gek word versleten, geloof ik dat alles ook mooi wordt en goed. Met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in, blijf ik geloven omdat dat wel moet. Ik geloof in ambitie en intuïtie. En ik geloof in het zorgenkind. Ik geloof in de toekomst en in de traditie. In de man of de vrouw die de strijd aanbiedt. En met het risico dat ik voor gek word versleten, geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed. Met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in. Blijf ik geloven omdat dat wel moet. En
En ik geloof in afwijkend, ik geloof in bijzonder. Ik geloof in de kont en ik geloof in de krip. En ik geloof in het raadsel, ik geloof in het wonder. Ik geloof in compassie, ik geloof in begrip. En met het risico dat ik voor gek word versleten, geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed. Met de moed van de wanhoop en tegen beter weten, ik blijf ik geloven omdat het wel moet. Ik blijf maar geloven omdat het wel moet. Ik blijf maar geloven omdat ik wel moet. Ja, geloven in het goede, in de liefde. Misschien denk jij of misschien denkt u wel, dat is een hele grote opdracht, misschien een te grote opdracht. En ja, natuurlijk, ook ik denk dat geregeld. Maar toch, dat kerstverhaal en het verhaal van de magiërs tezamen laten ons juist zien dat het gaat om het gewone, om de eenvoud. Om alles wat voor iedereen haalbaar is. Als we maar geloven in licht en in liefde en daardoor in onszelf. Want hoe het ook is, wij zijn de handen en de voeten van de liefde. En dat zit in al die hele kleine dingen. Als we ze maar zien en doen. Laten we ons in gedachten nu begeven naar God als die bron van ons bestaan. Om daar in een moment van rust onze intenties, zorgen, wensen of verlangens neer te leggen. Misschien door ze hardop uit te spreken of zachtjes in de stilte van je hart. Onze gedachten en verlangens, ze zijn gehoord en gezien en zullen hun weg vervolgen om je te troosten en kracht en moed te geven om te doen wat nodig is. En tot slot bid ik voor ons allemaal om ruimte in ons hart voor het licht, liefde, vertrouwen en verbinding. Met God of hoe we dat ook maar willen noemen, als bron van ons bestaan. En daardoor met elkaar. Want het is dit leven dat we met elkaar delen. Amen. En in dit leven zijn we gezegende mensen met alles wat is en komen zal. Nee, ja.